Goed, gaan we het nu hebben over... Ik moet even naar mijn tijdplanning kijken. We gaan het hebben over tegenkoppeling. Ik weet niet of jullie bij mijn vorige masterclass aanwezig waren, maar toen heb ik een verhaal gehouden wat de functie is van tegenkoppeling. Dus niet wat de literatuur zegt wat de functie is van tegenkoppeling, maar wat ik zeg dat de functie is van tegenkoppeling. Dus nu komt het verhaal. Er was een man, een klein manneke, een dapper manneke, en die ging op een bepaald moment in de levensfase van zijn ontwikkeling, ging hij de woestijn in, hij trok zich terug. En daar ontmoette hij het grote inzicht. Het licht werd aan hem geopenbaard. Toen hij na 40 dagen, ik heb het niet over Jezus Christus, want dit kan iedereen overkomen. Toen hij na 40 dagen uit de woestijn kwam. Ja, dat moet ik wel even zeggen, want stel dat hier iemand die zich nou aangeslagen voelt had. Maar dat bedoel ik dus niet. Hè? Dus dit is gewoon een algemene levensontwikkeling. 40 dagen in de woestijn, je komt met een hernieuwd inzicht, kom je eruit. Je komt weer in de samenleving terug, je past er helemaal niet, je moet je weer aanpassen. Je zet je af tegen de samenleving en na pas heel veel gekloot vind je je stabiliteit. Nou, deze man die deed het anders. Die ontwikkelde een nieuw evangelie en dat was zo ontzettend mooi. En het was zo ontzettend belangrijk. Dat moest de hele wereld weten, wat hij voor een nieuw evangelie gevonden had. Dus hij vertelde dat wel aan een paar vrienden, maar dat werkte niet goed, want die kenden hem al heel goed. Dus dat was geen factor. En hij dacht, nee, ik moet buitenlands en ik moet het breed uitvertellen. En dat kan ik niet, want ik ben maar een klein mannetje en ik heb maar een klein mondje. Dus hij huurde een grote vent met een scheur van een bombast en mond en die breed uit... na instructie, dat evangelie met dat kleine mannetje rondvertelde. En zo trokken ze van dorp naar dorp, van stad naar stad. En het evangelie werd warm ontvangen. En overal kregen ze huisvestingen en eten en dergelijke aangeboden. Dus een fantastische periode. Na ongeveer 3 jaar raakte dat kleine mannetje een beetje geïrriteerd. Hij vond dat die grote kerel, die versterker van hem... Die ging zijn eigen weg. Die begreep wel waar het evangelie over ging. Dus die begon eigen termen te bedenken en eraan toe te voegen. En die begon het te herinterpreteren en zo. En ja, maar er kwamen wel veel volgelingen, maar het klopte toch niet meer. Dus dat kereltje rechtschapen bedacht een plan. En dat plan was... Ik ga die grote man, mijn versterker, ga ik volledig onder controle nemen. Ik ga... alles wat hij zegt, volledig gelijk maken aan wat ik zeg. Geen eigen interpretatie meer, niets van dat alles. En hij ontwikkelde een tegenkoppelmethode waarbij hij de ademhaling, de spierbeweging, de mondbeweging en dergelijke volledig onder controle had. En zo gingen ze, nadat ze dat ontwikkeld hadden, naar de volgende stad toe om het evangelie te verkondigen. En nu zou het gebeuren, want nu zou het evangelie rechtgesneden verkondigd worden. Foutloos. Het resultaat was rotte eieren. Ze werden met rotte eieren bekogeld. De geest en de sfeer en het leven was er volledig uit verdwenen. Nou, waarom vertel ik dit verhaal? Nou, is het natuurlijk omdat ik het leuk vind om een verhaal te vertellen. Maar de tweede reden is, ik heb wel eens de indruk dat als je een versterker te veel tegenkoppelt of tegenkoppelt en laat voldoen aan meetcijfers en... rechte draadtheorie en lage vervorming en ingangsspanning en uitgangsspanning moeten exact aan elkaar gelijk zijn. Een dempingsfactor oneindig en vermogen overkill. Noem allemaal maar op. Dat je prachtige versterkers maakt, maar ik hou er niet van. En dan bouw ik een heel klein buizenversterkertje. 2 watt, 3 watt, zit barstens vol met fouten. Een mooi klinkje dat hij doet. Dit is een soort balans. Dat vind ik met tegenkoppeling heel sterk. Want wat doet tegenkoppeling? Ja, je gaat fouten wegwerken. Nou, dat had je in een eerder stadium aan moeten doen, vind ik. Ja, exact. Je gaat de dempingsfactor verhogen. Ja, je kunt het te veel verhogen. Doordat je de luidspreker te veel onder de controle krijgt. Je hoopt, je streeft er ook naar, dat je de vervorming gaat verlagen. Je gaat de versterkingsfactor stabiliseren. Je gaat het frequentiebereik stabiliseren. En waarom? Omdat het beter klinkt. Dat laatste is voor mij helemaal de vraag.
Als je het allemaal doet voor de meetcijfers, geef ik je groot gelijk. Of het beter klinkt, is voor mij uiterst vraagwaardig. Dus je weet wat je doet wel. Dat ga ik dus nu ook vertellen, want nu komt het Menno-principe. Nou, dan kun je spanningstegenkoppeling toe gaan passen. Hoe werkt het dan? Nou, je hebt hier zo'n versterker met een plus- en min-ingang. Die heeft die uitgangsimpedantie. En een deel van het uitgangssignaal, het wordt door deze R1 en R2 bepaald, voer je naar de min-ingang terug en dat wordt dan je correctiegetal. En er hoort bij een term die ik beta noem. Nou, beta is R1 gedeeld door R1 plus R2. Dat is een verhouding, dat voer je terug en dat wordt dan je controlemaat. Nou, wat gebeurt er dan door dit gedoe? Krijg je een nieuwe versterker met een andere versterkingsfactor, een lagere. Een andere uitgangsimpedantie, een lagere. En hoop je dan maar een beter uitgangssignaal. Je maakt er een nieuwe versterker van. Nou, er zijn wat formuletjes voor die dat beschrijven. En die formules die luiden... Oh, ik heb ze vergeten erin te zetten, zie ik nu. Nou, dan doe ik het nu even. A-effectief is A0 gedeeld door 1 plus beta A0. En Z-uit-effectief is Z-uit gedeeld door 1 plus beta A0. En als je het goed doet, dan wordt de noemer altijd groter, dus de versterking daalt gewoon. En hier ook bij de uitgangsimpedantie wordt ook lager. Nou, dat is dus wat daarvoor geldt. Wat zeg je? Ja, zeker. Dat zit hem daarin, ja. Nou, als je de formules opschrijft, dan is het, ach jongen, fantastisch. Dit werkt allemaal als een speer, maar de praktijk is iets anders. En weet je nou hoe dat komt? Dat komt omdat die A0 die hier staat en daar, die is variabel met de frequentie. Dat geef ik zo aan door er tussen haakjes F achter te zetten. En die zet uit is ook variabel met de frequentie. En als je allerlei in een formule waar je dacht dat je constante getallen opschreef, de enige wat constant is, dat is die beta. Want dat zijn je weerstandswaarden. Dus daar heb je geen gekloot mee. Maar de rest varieert. Ja, dat hoop je dan ook nog maar. Maar de rest varieert allemaal. Dus dat kan best wel eens tot omstandigheden aanleiding geven waarbij alles juist tegen gaat werken. Nou, ik wil een voorbeeld met jullie doornemen. Ik heb een verdomd goede versterker gebouwd, deze. Ik heb geen last van die Miller-condensatoren. Dat heb ik helemaal ver buiten mijn werkgebied. De hoge frequenties neem ik aan dat die uitgangstrafo die erin zit alleen met zijn lek en capaciteit aanwezig is. Dat is een tweede orde filter in de uitgangstrafo, in het hoog. Een tweede orde filter verschuift de fase of draait de fase of hoe je dat moet noemen wil over 2 keer 90 graden. Nou, wat betekent dat? Ik laat het straks duidelijker zien hoor. Je stopt dit erin en je krijgt dat eruit. Nou, dan verandert wat plus was, is min geworden en wat min was, is plus geworden. Dan wordt dit een negatief getal, want hij heeft het omgedraaid, die beta. En dan kon het wel eens zo zijn dat 1 plus beta A0, dat steeds kleiner gaat worden. En dan krijg je A-effectief is A0 gedeeld door 1 plus beta A0. Dit wordt steeds kleiner, dus A-effectief gaat omhoog en het ding gaat oscilleren en het wordt een zender en je hebt dikke mot. He? Dus je wilde het goed, maar het werd een ramp. Dat gebeurt heel vaak in het leven. Is
zit er ook niet een begrenzingseffect in die hele lust? Ja. Zeker als je... Als ja, alles tegelijk. Maar nu volg ik mijn volgorde even. Want ik wil het al stapsgewijs kunnen doen, maar je hebt op voorhand heb je gelijk. Kijk, waar hebben we dus mee te maken? We hebben dus te maken met een versterker die een tweede orde afval heeft en die wordt veroorzaakt door LSP en CIP. Ik heb me even geen opslingering getekend. En hier zie je, dit was het ingangssignaal. Dit is 90 graden verschuiving bij een eerste orde filter. En dit is 90, nog een keer 90 graden bij een tweede orde filter. En je ziet wat plus was is min geworden op hetzelfde moment. En wat min was is plus geworden op hetzelfde moment. Nou, dan gaat tegenkoppeling gaat over in meekoppeling en alle kloterij die erbij hoort. Nou, in mijn boek bespreek ik op een bepaald moment deze versterker. En ik heb er alles van verteld, alleen ik heb er niet van verteld hoe je deze versterker kunt tegenkoppelen. Dat doe ik namelijk niet meer. Ik heb er geen zin meer in, zover dat zoek je nou zelf maar uit. En waarom moet ik alles uitleggen? Komt wel goed. Ik weet van die versterker dat hij 157 keer versterkt. Deze doet dat. Ik zal me vast goed aanzetten. 157 keer versterkt hij. En ik heb maar 22,4 nodig. Hoe kom ik aan dit getal 22,4? Nou, die weerstanden had ik net liggen. R1 en R2. Dat kwam goed uit. Dus niet zeuren, maar dat is een praktisch goede waarde. Ik weet dat mijn trafo begint bij 110 kHz. Dus dit punt hier, dat ligt bij 110 kHz. Ik weet dat mijn versterker een uitgangsimpedantie heeft van 3,2 ohm. Zonder tegenkoppeling. Dat komt door die inwendige weerstand van die eindbuizen. Geen Miller-invloed. En we kijken alleen maar hoogfrequent. We kijken even wat daar gebeurt. Nou, nu komt de Menno-eis. Die heb ik gepubliceerd in Radio Bulletin 1994. En iedereen weet het al, maar niet iedereen past er toe. Mag ik nu eens uitleggen hoe we dat toepassen dan? En wat die eis is. Menno zegt... Eis van je versterker, ik laat straks een plaatje zien, dat de A0, dus zonder dat je tegenkoppelt, tot 20 kHz onveranderd blijft. Aan die voorwaarden moet je voldoen. Dus een versterker die eerder in elkaar stort zonder tegenkoppeling, dat is niet zo lekker. Dan de tweede eis. Voor frequenties hoger dan 20 kHz... laat die in elkaar storten met een eerste orde filter. Dus niet een uitgangstrafo, nee, een eerste orde filter. Dat is dus een spoelweerstand of een condensatorweerstand combinatie. Wat gebeurt er dan? Als je dan gaat tegenkoppelen, dan weet je dat je tot 20 kHz, dat is het hoorbare gebied, met een constante A0 te maken hebt gehad. En dat betekent dat tot 20 kHz die term 1 plus beta A0 ook constant is geweest. En dat betekent dat in het hoorbare audiobereik alle vervormingen, alle frequenties, alles precies gelijk behandeld wordt. Niet het ene meer dan het andere, nee, tot 20 kHz is dat een constante zaak. En dat betekent... dat het spectrum van een vervorming ook niet zal wijzigen. Ja, alleen de hoeveelheid, maar het gedaante. Dat ga ik uitleggen wat ik daarmee bedoel. Het is een heel belangrijke eis. Kijk, als ik een vervorming heb, heb ik hier de grondtoon. En afnemend heb ik de boventonen. Ik teken het maar even zo, jongens, dat je snapt wat ik bedoel. Zo. Als je volgens mijn methode gaat tegenkoppelen, dan krijg je grondtoon. En afnemend de boventonen. Die helling blijft gelijk. De waarde is misschien lager, maar de helling blijft gelijk. Ga je bijvoorbeeld al bij 2 kHz de versterking laten afnemen, dan is de vervormingsonderdrukking vanaf 2 kHz bijna verwaarloosbaar. En dan gaat het spectrum er zo uitzien. En dan ga je de bovenharmonischen bevorderen boven de lage harmonische en dan loop je kans dat je onder je maskeringscurve vandaan kruipt. En dan gaat het hard
en schril klinken. Vandaar dat ik eis van tot 20 kHz moet de versterker evenveel versterken. En daarna mag je in elkaar storten. Dat moet alleen slim gebeuren. Nou, hoe is dan slim? Dit is slim. Ik heb mijn A0 hier staan. Ik heb mijn A-effectief die ik wil hebben, die heb ik hier staan. De waarden zijn respectievelijk 157 en 22,4. En de versterker doet uit zichzelf nu dit. Ik weet, als ik ga tegenkoppelen in een tweede orde systeem, dat hier in dit domein de fase zo gedraaid is dat plus min is geworden en omgekeerd. Dus als ik nu zonder meer ga tegenkoppelen, en dat teken ik even in een tekenetje hierboven, dan hou ik iets over, de verhouding klopt er niet, dan hou ik dit over. Zip, oscillatie. Dan is hij een zender geworden. Dat krijg ik. En dat moet ik opvangen. Hoe vang ik dat op? Ik voeg toe, extra, ik maak iets, een eerste orde filter die dit gedrag heeft. Ik laat hem bij 20 kHz starten en bij 110 kHz stoppen. Dat betekent min 3 dB bij 20 kHz? Of hoe moet u dat in? Ja, die min 3 dB ligt daar ongeveer bij 20 kHz, ja. Ja, ik laat hem daar starten. Dus ook al fase? Ja, 45, ja, maar dat is niet zoveel. Ja, het is allemaal, dus, wees niet al te rechtvaardig. Ja, goed. Wees niet al te rechtvaardig, want waarom zou het gij uzelf tot verbazing wekken? Maar de gedachte is erachter van, theoretisch geef ik nu eerst de gedachte en de praktijk is misschien dat je een klein beetje moet kloten met die punten. Hè, maar laten we eerst de lijn volgen. Nou is de gedachte, ik voeg toe extra een eerste orde filter. Dat laat ik hier starten en dat laat ik daar stoppen. En tegenkoppelen over een eerste orde filter is maximaal 90 graden faseverschuiving. Dat levert geen instabiliteit op. Kijk, dit gebied is constant voor alle frequenties. Dus alle audiofrequenties die wij kunnen horen worden gelijkwaardig aangepakt. Hier is het afnemend. Dus hoe hoger je komt, hoe minder die onderdrukking is. Maar dat horen wij niet. Nou, dan weet ik zeker dat tot 20 kHz alles gelijkmatig behaald wordt. Er is 90 graden fasedraaiing daarboven. En kijk eens goed, hier stop ik als het ware met de tegenkoppeling. Want dan is het niet meer van belang, dus instabiliteit komt er niet meer. Dan mag daarna de tweede orde OPT weer gaan werken. Maar ik hoef geen vrees te hebben dat dit instabiel zal worden, want het is een eerste orde filter. Wat van belang is, deze truc kun je niet uithalen als de travo van zichzelf al hier begint af te vallen. Ben je verkocht? Nou, zeggen die fabrikanten, weet je wat, we laten de versterker bij 1 kHz al afvallen. Maar dan tast je dus de harmonische structuur van de vervorming aan. En dat hoor je. Want mijn conclusie is, ik heb deze versterker dus met een tegenkoppeling, ik laat het straks ook allemaal zien, heb ik het allemaal uitgevoerd en gehoorsmatig beoordeeld. En verdorie, ik hoor die tegenkoppeling alleen maar in de vorm van dat de speaker zwaarder onder controle staat, that's all. Ik hoor geen klankbeeldverandering. Ik hoor niet dat die qua structuur gewijzigd is. En dat is deze truc. Ik moet echt even aan tijdbewaking doen, heet dat. Ja. Nou, kun je dat in het schema terugvinden? Ik duik zo nu midden een schema in.
En waar staat dat schema? Even zoeken. In mijn boek natuurlijk. Figuur 821 en figuur 851. Het wordt genoemd in het dictaat. En hier teken ik dat eerste orde filter. En hoe dat berekend is, dat staat hier keurig op papier. Het is niet verstandig om dat nu allemaal met de rekenmachine na te rekenen, want je kunt er thuis in alle rust kun je het nalezen welke stapjes ik ervoor genomen heb. Wat ik veel belangrijker vind, is dat ik het ook kan demonstreren als mijn vriend er ook bij is. Was je al bijna in slaap gevallen? Nee hoor. Want ik heb namelijk de versterker zo voorbereid dat hij het doet. En dat eerste filternetwerk er niet in zit. Ik ga 3 metingen doen. Eerst zoals de versterker gewoon is. Dan met het eerste orde filter. En dan met de tegenkoppeling aangesloten. En dan laat ik ook zien dat de hele reutemekleut stabiel is gebleven. Dus dat kunnen we nu meten. Nou, dan doe ik de overhead project eruit. Dan gaat de beamer aan. En dan is de eerste meting nu... En ik moet straks even wat solderen, want dan moet ik even mee wat vastzetten en zo. Maar daar hebben jullie wel geduld voor, hoop. Ik moet even wachten totdat het apparaatje wakker is. Dan gaan we meten. Dit is de frequentiekarakteristiek die we al eerder gezien hadden. En hier zit... Mag ik toch even proberen hier helemaal nog naartoe te trekken? Want het is voor mij een beetje moeilijk met de hoge concentratie om 10 dingen tegelijk te horen. Maar dit is dus als ik helemaal niks doe. Nou, dan zet ik de versterker even uit. En dan doe ik nu... Het eerste orde filter vast. Dat bereik je alleen maar met een Weller soldeerbout, want die is dan goed warm. En dan... Nu heb ik het eerste orde filter bericht. Even wachten tot die op level is gekomen. Nee, nee. Het wordt later in de DVD wordt het natuurlijk gedaan, maar we hebben erg moeten kloten omdat we een balans moeten hebben tussen en de camera daar en op tafel alles. En ja, ik kan er op dit moment niets meer aan doen. Kijk, nu zie je dus dat ik hem eerder in elkaar laat storten. Het is 5 decibel per hokje en ik heb, dat zie je dus ook, het min 3 dB punt ongeveer bij 20. Kijk hier, ja, iets verder nog, ja. Ja, daar ongeveer, dus daar is ongeveer het min 3 dB punt gekomen. Het is een eerste orde punt. Nou, de versterker gaat weer uit. En we sluiten nu de tegenkoppeling aan. Wat is gebeurd? Hij moet weer even opwarmen. Het is inderdaad wat klein, hè? Maar ik kan er ook niets aan doen. 100k helemaal rechts, hè? Ja, 100k is helemaal rechts, ja. Ja. Nou, nu staat de tegenkoppeling erin. Oh, oké. Okay. Zie je dat hij het bijna hetzelfde gedrag heeft? Ben je het hoog? Als zonder tegenkoppeling. Dat klopt ook. Want dat filternetwerk, dat houdt daar op. En dus hij begint hier al een beetje in elkaar te duikelen. Dat is zonder tegenkoppeling ook. Maar de versterking is stukken lager gekomen. En kijk hier eens goed. Het hangt een beetje van de meting af.
Hij heeft hier een beetje een vreemd gedrag. Hij kan soms een hobbeltje hebben. Kijk hier. En dat is niet het inregelcircuit, maar dat is de combinatie van LP en de koppelcondensator die erin zit, die blijkbaar nog iets verder uit elkaar getrokken moet worden. En dat is jouw probleem, wat jij net aan mij vroeg. Ja, dat is dus dat is wat we nu zien. En hier zit het ook nog een beetje in. Maar wel helemaal onder controle bij alle vermoedens, bij alle vermogens. Maar de hoofdlijn is, het gekke, ik ga tegenkoppelen niet om het frequentiebereik te vergroten. Na tegenkoppeling is mijn frequentiebereik even groot geworden. Ik heb het alleen maar gebruikt om het gebied tot 20 kHz schoon te vegen. Dat is alles. Nou, en als je dan dat doet, dan krijg je een lijstje van mij. En dan geef ik een subjectieve beoordeling. En dat is wel leuk om er even naar te kijken waar ik dan op beoordeel. Moet ik op dit knopje drukken? Ja. Zijn er die tegenkoppeling is een frequentie onafhankelijk? Want die kan zo gauw niet terug. Nee, die is er gewoon de weerstand, ja. Ja, alleen de weerstand. Alleen weerstand. Ja. Ja. Als jij niet minder. Als kun je ook in rommelen natuurlijk. Ja. Ja, je mag voor stabiliteitsreden mag je over die tegenkoppelweerstand ook nog een C zetten. Je wilt er onderin, die kun je makkelijk corrigeren door die tegenkoppelleiding een C te ja. Slinken, zeg je. Ja, klopt. Klopt. Weet je wat, waarop ik dan beoordeel? Ik heb altijd mijn eigen referentieversterker thuis. Dat is die bouwdoos die ik heb, die UL40. Die staat stabiel met zilver, trafo's en de hele klote brood. Alles geoptimaliseerd en dergelijke. Dat is steeds de referentie. Daar refereer ik naar. En dan doe ik testen met die versterker voor en na tegenkoppeling. NFB, negative feedback. En dan zeg ik, ja, hier word je aan getoetst. En waar toets ik op? Het kunnen horen van richting, het kunnen horen van diepte. Of het geluid naar voren komt. Voor de luidsprekers of naar achteren komt. En of ik alle details goed kan horen. En omhulling is dat het geluid, als het ware, ik moet even subjectief uitleggen. Wat is omhulling? Omhulling is dat ik midden in het geluidsbeeld zit en niet als ergens een afbeelding zie waar ik niet bij betrokken ben. En structuur is een definitie dat de akoestiek van de opname dominant is over de akoestiek van mijn luisterruimte. Hoe meer structuur in een opname, hoe dominanter de akoestiek van de opname wordt. En hoe minder mijn luisterruimte invloed heeft. En dan, betrokkenheid is mijn menselijke maat. Daar hoef ik niet voor te doen. Een slechtere versterker, dan raak ik na een tijdje niet meer geïnteresseerd en dan dwaal ik af. Nou, ik kan meten hoe lang dat duurt. Mag dat uit? Zeg je? Zo. Mag dat uit? Zo, ja. Nou, dus dan geef ik een cijfer voor. En dan vind ik bij mijn UL40S2 zonder tegenkoppeling vind ik het nog iets beter dan deze met tegenkoppeling. Maar de essentie is, meestal maakt tegenkoppeling een versterker. Want hier is meer dan 20 decibel tegengekoppeld in dit ontwerp. Die maakt hem knalkapot. Nou, niets van het alles. Omdat ik dat criterium zo zorgvuldig gevolgd heb. Ik kom dan ook tot de volgende samenvatting. Tegenkoppeling kan goed gaan. Maar filter alsjeblieft niet beneden 20 kHz. Je kunt ook voor de LP die manier van redeneren toepassen. De lage kant. Zorg dat je vele laagfrequenties ver uit elkaar liggen. Zodat je geen instabiliteit krijgt. Bobbelen, bobbelen. En is alles nu makkelijk te realiseren? Nee, je moet soms heel hard nadenken om te realiseren. Het leven is dus niet makkelijk, maar het is wel leuk. Ja? Yeah? Nou, ja. Ik heb even een wat moeite met dat punt zoals geformuleerd is in paragraaf 10 van de Menno-eis. Ja. Een derde puntje, er staat een constante versterkingsafname, maar eigenlijk bedoel je een constante versterkingsvermindering. Want afnames zou impliceren dat die met de frequentie afneemt, dus dan juist niet de bedoeling in dat punt. Nee, wacht even hoor. Even hier heb ik. Dit tekeningetje heb ik en ik heb de tekst. Dus waar zit de verwarring voor jou? Oké, gaan we daar kijken. Misschien heb ik het onhandig geformuleerd, hoor. Dat ja. Kan. Zeg maar waar je wilt. De derde van onderaf, constante versterkingsafname. Maar je houdt juist je versterking constant. Er is geen afname. Wat je bedoelt is dat je door de tegenkoppeling de versterking constant maakt.
Nee, dan, dat is, dit is taal waar we het nu over hebben. Het is dus niet meer begrip, dit is taal. Wat ik bedoel, de versterking gaat van A0 naar A0 gedeeld door E plus beta A0. Nee. Dat is een dynamisch proces. Nee, dat is niet zoals ik het bedoel. Het is alleen maar dat hij met de factor 1 plus beta A0 vermindering is beter. Ja, is goed. Ja, taal. Ja, ook goed. Ja, ook goed. Ja. Maar in ieder geval, het begrip is dus nu wel duidelijk aanwezig. Concludeer ik het uit deze conclusie. Goed. Ja, en dan moet je vooral naar het fantastische werk van Bruno Putshuis kijken op dit moment. Die heeft dit principe ook volledig geïntegreerd in zijn werk. Ja, Peter. Nou, ik zal daar proberen wat over te zeggen, want dat heeft zich bij mij, je moet je goed realiseren dat ik vanaf 1985 al heel gericht aan het testen ben. En ik heb daar protocollen voor, dus het wordt steeds nauwkeuriger en ik kan het ook sneller. Ik ga zitten op mijn bank en ik draai de bekende opname die voor richting van belang is. En ik kijk of ik überhaupt een instrument kan vinden. Ik luister. En of ik ook kan bepalen in welke richting hij naar mijn hoofd toe komt. En hoe goed ik dat kan, wordt met een cijfer beoordeeld. Dus als het ware kan ik over dat hele veld voor mij, misschien zelfs tot naast mij met de cd Amused to Death is het ook naast mij, kan ik heel goed bepalen waar alle instrumenten staan. Is dat voldoende helder? Ga ik naar het tweede item over. Diepte. Dat is dat ik een subjectieve maat heb van of het geluid 1 meter tot 10 meter achter de boksen komt. Daarmee gebruik ik vooral de opname van Eric Clapton, 24 Nights. Opname in Carnegie Hall. Dan gebruik ik de tweede cd, track 3, voor. Hoe ver hebben die speakers op een achterband in de kamer staan? Dat zijn allemaal factoren, maar dat heb ik allemaal gestandardiseerd. En ik ga even met deze test door. Ja, want als je dat niet standaardiseert, heb je natuurlijk allemaal variaties erin. Hoe ver het geluid naar voren komt, dat is hetzelfde verhaal. Sommige opnames die beelden niet alleen achter, maar ook naar voren luidsprekers af. Ik heb daar de beroemde opname voor van ja, hij is toch niet meer verkrijgbaar, maar ik vind de naam zo belangrijk. Kom ik zo op over. Details, dat spreekt wat mij betreft op zich. Als je heel veel opnames gehoord hebt en heel veel instrumenten kent, dan weet je wat je minstens daarin moet horen. En als je daar stukken in mist, daar zijn vooral zangstemmen zijn daar heel goed voor. Ik gebruik daar een plaat voor om dat te testen. Omhulling. Daar gebruik ik cd-opname van de betrokkenheid. Waar zit ik? Is het geluid om me heen? Of wordt het ergens naast mij? Ja, misschien wel om me heen, maar niet betrokken om me heen afgebeeld. Ik moet er als het ware in zitten. Ik moet deel ervan uitmaken. Een structuur, ja, dat is iets heel geks. Structuur, dat is het begrip dat in de muziek niet alleen klankinformatie zit, maar ook wezensinformatie. Dat is een homeopathische benadering. En dat heb ik van het werk van Alt-Jouk van Hul van Koolstofkabels. Die ging daar toen heel diep in. En de Van der Heijden bij het NOB, die was daar de voorloper van. Nou, die hebben dat nauwkeurig gedefinieerd, wat onder structuur verstaan wordt. En ik noem daarmee dat als ik in mijn kamer zit te luisteren, in mijn luisterkamer, dan kan ik de opname horen, maar dan hoor ik ook de akoestiek van mijn kamer. Als er veel structuur in een opname zit, dan is de dominantie van die opname groter dan de akoestische structuur van mijn kamer. Dus ik verplaats mij letterlijk naar een andere akoestiek, want hij komt duidelijker over. En betrokkenheid, dat is mijn persoonlijke maat van hoe lang kan ik er naar luisteren. Zonder, niet geïrriteerd, maar ja, dat gebeurt volledig onbewust, dan ga ik over andere dingen denken. He, daar ben ik weer bezig met dat ik nog een bankrekening moet betalen. Snap je? Zoiets. Dat gaat dan een rol spelen. Heb ik zo voldoende toegelicht? Kijk, en er zijn nog veel meer criteria hoor. Maar
Ik vond deze, dit zijn de snelle criteria, dat ik al heel snel weet waar ik aan toe ben. Mijn heren, volgens het klokje hebben we, ik zit weer even te kijken. Ja, we hebben nu weer even een korte pauze. En dan daarna krijgen we heel in detail een nieuw onderzoek van microdetails. Ik zal even kijken of er koffie is en zo.